Ik hoor allemaal. Ja, gelukkig. Eén ding hebben we nog van ze te goed. Ja, het is een beetje gek, want ik kan niet echt communiceren. Want zo'n microfoon hebben we niet. Maar dat is nog een Zwarte Lijst Classic. Oh, dan ben je me. Dan kun je het even snel roepen. Wat wordt jullie Zwarte Lijst Classic? Ja, we gaan Listen Here doen van Eddie Harris. Listen Here van Eddie Harris. Staat op nummer 1493. 1400. Nummer 1434. 1434. Even een heel klein stukje, dan heb je een idee. Nou, we zijn natuurlijk vooral benieuwd wat zij ervan maken. De Zwarte Lijst Classic van onze vrienden van The New Cool Collective. Hey. Hey, hou eens. Van de New Cool Collective. Wat hoor ik hier op de achtergrond? Ja. Nou, weet je, dit muziekje draai ik
iedere ochtend. Ik weet niet eens of jullie dat weten. Ik denk het niet, want jullie zijn nooit wakker, vermoed ik. Ja, ik heb het tegen de vrienden van de New Cool Collective op de gang. Iedere ochtend, 7:15, praten wij over wat er in de krant staat. Met dit muziekje. Ah, wacht even. Okay. Daar zijn wel bekend muziekje. Ja. Maar kunnen jullie dat ook live, terwijl wij nu praten? Ja hoor, zegt hij. Dat zou toch leuk zijn? Als ze dat even over kunnen nemen. Ja, dat is... Nou, ik zie wel Benjamin... Ja, moet je deze even uit? Ja, ze doen hem al live. Dit is toch te gek? Ja, man. Hey, hebben jullie iets te doen de komende week? Gewoon de hele week hier zo komen. Ja, komt-ie. Dit is toch lekker, man. Dit vind ik leuk. Ja, ik wil ze iedere ochtend hier hebben. Want dat is een huisorkest. Ja. En dan kan ik nu... Oh, wat ontzettend onbeleefd. Ik kan gewoon over de nieuwe Cool Collective praten nu. Dit is toch te gek? De nieuwe Cool Collective. Ja, laat ik je dan ondertussen, terwijl ze lekker doorspelen, vertellen dat ze veel live te zien zijn komende tijd. Komende zondag, Perron 55, Venlo. Donderdag, Lantaarnvenster in Rotterdam. Volgende week vrijdag in de Cultuurfabriek in Ulft. En natuurlijk staan ze op het Noordse Jazz Festival met hun nieuwe album Chin Chin. Want is dit een mooi punt om af te ronden? Ach, nee, dat gaat gewoon door. Ik bel Sheryl vast om de vraag of een half uurtje mag doorgaan. Nou, dan ga ik gewoon ondertussen naar Merel aan de telefoon. Merel? Ja, hoi. Hallo, goedemorgen. Ik vind het leuk om weer eens een Merel in de uitzending te hebben. Dat is al een tijdje geleden. Mm-hmm. Lees ik nou dat jij de laatste dag van je examens hebt vandaag? Nee, gisteren. Oh, oké. Okay. Wat had je gisteren nog? Duits. Ja, ze gaan gewoon door, sorry. Ik let er heel even niet op, Merel. Geef ik eerlijk toe. Wat had je gisteren? Ik had Duits gisteren. Oh, ze zetten gewoon de deur op. Sorry, Merel, we worden getreiterd hier. Pak maar even, laten we even. Ja, hoe los ik dit nou netjes op? Oh ja, zo. Ze hebben de deur weer gezet. Merel, we kunnen weer praten, geloof ik. Want we hadden het over dat nieuwe album van de New Cool Collective. Althans, daar hadden we het nog niet over, maar daar ga ik maar even snel naartoe. Want dat wilde jij wel winnen? Ja. Die zijn ze uitgespeeld. Moet je even het puzzeltje oplossen, Merel? Luister even, hoor. 1.